In de jaren 40 had je hier de gereformeerde kerk en de hervormde kerk. En in de gereformeerde kerk ontstond een ruzie over een bepaalde uitleg van hoe men in de kerk wilde zijn. En dat heeft geleid tot een scheuring. En dat ging soms dwars door families heen. Dus ja, dat heeft echt gevolgen gehad. Zodanig dat men elkaar vaak niet meer aankeek. Van Grondel is sinds 2015 voorzitter van de kerkraad en vond de situatie lastig te begrijpen. Ik heb me eigenlijk altijd verbaasd over het feit dat er twee protestantse kerken in het dorp zijn, maar dat je elkaar niet spreekt. En op een gegeven moment in 2016 heb ik geprobeerd om met elkaar in contact te komen. En dat ging goed. En zijn we met elkaar gaan praten. En daar zit nu de huidige samenwerking op. Dat begon met het samengaan van de jeugdclub en sinds kort ook de kerkdiensten. Dat laatste kwam eerder dan gepland vanwege de coronacrisis. Ja, dat is ons in die zin een beetje overvallen. We hadden het er wel over gehad. We hadden gezegd van nou, laten we daar nog niet aan beginnen. Eerst nog eens even gewoon elkaar ontmoeten en met elkaar doorspreken. Ook over de inhoud van het geloof. Maar nu door de coronatijd zijn we eigenlijk een beetje in elkaars armen gedreven. Dat is een beetje de zegen van corona, zou je kunnen zeggen, op ons dorp. Dat je zegt van, waarom zou je binnen 500 meter afstand van elkaar zoveel moeite doen om ieder je eigen kerkdiensten op te nemen? Profiteer van elkaars mogelijkheden en doe het samen. Vooral de jonge generatie van de kerkgangers vindt de nieuwe kerkdiensten met twee predikanten fijn. Soms heb ik wel eens dat dan als je telkens dezelfde dominee hoort, dat je dan een beetje, ja, dat de stem dan een beetje saai wordt, zeg maar. Ja, dat is nu niet. Voor de ouderen is het even wennen. Sommigen hebben het er moeilijk mee, maar anderen reageren positief. Het is één christelijk geloof, dus we horen ook bij elkaar. Want je kan natuurlijk niet altijd naar de geschillen blijven kijken, maar de overeenkomsten, die moeten ons tot elkaar brengen. En dat is het mooie ervan. Heer, ontferm u over ons en geef dat we de gerechtigheid niet vergeten.